Goeiedag en van harte welkom bij de Creative Exchange Webinars. Wij zijn vandaag in het iFilm Instituut, een prachtige plek als het gaat om design en creativiteit. Mijn naam is Vincent Verlamseerde, Marketing Manager bij Adobe. Marketeers en organisaties worden in toenemende mate door de markt uitgedaagd om sneller, gevarieerdere content op een meer gepersonaliseerde manier aan te kunnen bieden. Om aan deze explosieve contentvraag te kunnen voldoen, zal een organisatie door al haar gelederen heen. Het creatief potentieel en daarbij behorende creatieve technologieën moeten omarmen. De snelheid waarmee dit gebeurt, dus van idee tot creatie en het daadwerkelijk distribueren van content, noemen wij content velocity. Uiteindelijk kan verhoogde content velocity leiden tot een versterkte positie in de markt en potentieel concurrentievoordeel. Dit effect zien wij vanuit Adobe als het design advantage en is bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar als het gaat om bedrijven zoals Uber, Fox en Microsoft. Wij zullen dit in de aankomende serie van vier webinars behandelen, met vandaag het eerste webinar. Gepresenteerd door mijn collega Bart van der Wielen over de design workflow met creatieve apps op mobile devices en desktop. Dag iedereen en welkom. Mijn naam is Bart van der Wielen en werk als Solution Consultant voor Adobe Systems. Tijdens deze presentatie ga ik u meer vertellen en demonstreren hoe u sneller en makkelijker kunt ontwerpen dankzij de mobile en desktop-applicaties van Adobe. Niet alleen ga ik assets creëren met mijn mobiel toestel, ik ga deze assets ook hergebruiken over meerdere desktop-applicaties heen en ook delen met anderen. U zult na deze demonstratie zien dat u dankzij deze mobiele oplossingen en de Creative Cloud-technologie kunt starten met ontwerpen vanaf uw tablet of smartphone. Alles in de wereld van Creative Cloud draait om we noemen je Creative Profile. Dit is het e-mailadres wat we een Adobe ID noemen. Die gebruikt wordt om je licentie te activeren en ook wordt geassocieerd met alle producten en diensten die je gebruikt zo hebben we om te beginnen de welgekende desktop-applicaties, denk bijvoorbeeld aan Photoshop, Premiere Pro, InDesign en alle andere applicaties die je op je computer installeert. Verder hebben we een uitgebreid aanbod van Adobe Mobile Apps voor zowel iOS en Android toestellen. Met deze apps kan je onder andere complete ontwerpen uittekenen, kleurplaten samenstellen, videocomposities maken en deze ook opslaan en hergebruiken later in je workflow. Ook erg belangrijk zijn de services die je krijgt in je licentie. Denk aan bijvoorbeeld royaltyvrije assets downloaden via Market, gebruik van eSign Services voor het opzetten van digitale handtekeningen, gebruik van stokafbeeldingen, illustraties en HD-video's via Stock, duizend lettertypes via Typekit en vele andere diensten. En ook Adobe's digital marketing oplossingen zijn accountgebonden. Denk aan Adobe Experience Manager, Analytics, Target en andere. Uiteraard moeten al onze assets ergens geplaatst kunnen worden. Elke Adobe ID krijgt ook een bepaalde hoeveelheid online storage toegekend. Hoeveel precies hangt af van de account die gebruikt wordt, maar dit kan gaan over 20 gigabyte, 100 gigabyte of misschien meer. Verder wordt deze storage ook aangesproken voor het stockeren van bestanden in een Creative Cloud Hotfolder. Dit is een lokale map op de harde schijf van de gebruiker die automatisch gesynchroniseerd wordt met de Creative Cloud-omgeving. Op deze manier zijn deze bestanden overal beschikbaar, op elk toestel, via een webbrowser of via de Creative Cloud Mobile App. En aan de rechterzijde hier zien we een voorbeeld van de Creative Cloud Libraries. Dit paneel is beschikbaar in alle voornaamste Desktop-applicaties en laat de gebruiker toe om opgeslagen assets te beheren. Denk aan kleurpaletten, Photoshop-layers, tekststijlen, vectorobjecten en andere soorten grafisch materiaal. Deze kunnen vervolgens ook worden gedeeld met andere applicaties en zelfs over meerdere gebruikers heen, zoals teamleden, klanten en andere externe partijen. Het toekennen van beschikbare storage, als ook het toekennen van beschikbare diensten, kan gebeuren vanuit de Creative Cloud Enterprise Dashboard-omgeving. Van hieruit kan een admin makkelijk een zogenaamde productconfiguratie aanmaken en vervolgens hiervoor gebruikers binnen de organisatie uitnodigen. Het voordeel hiervan is dat de administrator van deze productgroep steeds controle heeft over zowel de beschikbare diensten als het beheer van de gebruikers die eraan deelnemen. De technologie die ervoor zorgt dat alle assets met elkaar gedeeld kunnen worden, noemen we Creative Sync. Dankzij Creative Sync kunnen we onze assets niet alleen delen over Adobe-applicaties en -diensten, maar ook zelfs over andere third-party-applicaties en -oplossingen, aangezien Creative Sync een open SDK heeft waar developers mee aan de slag kunnen gaan. Eens we toegang hebben tot Creative Cloud, is het tijd om aan de slag te gaan. Het maken van een nieuw ontwerp ga ik aantonen in twee fases. Tijdens de eerste fase maak ik enkel gebruik van mobile apps via mijn iPad. Ik start met het selecteren van een afbeelding in Lightroom Mobile. Maak vervolgens enkele verdere beeldmanipulaties in Photoshop Fix, kleurthema's en andere objecten met Adobe Capture CC en breng vervolgens alles samen in Adobe Comp CC. Tijdens deel 2 ga ik verder met het voorontwerp op de desktop-applicaties en toon ik hoe het ontwerp kan worden afgewerkt. Laten we van start gaan. De opdracht waar ik vandaag aan ga werken is een fictieve webpagina. Ik start de workflow hier op mijn iPad. Daarvoor heb ik Lightroom klaarstaan. Deze Lightroom-database is gesynchroniseerd met mijn desktopversie van Adobe Lightroom. Hier heb ik verschillende shoots aan elkaar staan en ik ga verder gaan met deze afbeelding. In deze afbeelding wens ik wat kleuraanpassingen te gaan maken en vervolgens deze afbeelding op te slaan en door te geven naar een andere applicatie, namelijk CompCC. Hiervoor ga ik naar de Adjustment Opties gaan en kies ik hier in de andere opties voor Split Toning. Ziezo. Op deze manier kan ik bijvoorbeeld de highlights van de foto aanpassen naar net iets anders, net zomeren. En ik ga ook hetzelfde doen hier voor de schaduwpartijen. Gewoon een kwestie om de kleur een heel andere look and feel te gaan geven. Ziezo, dit ziet er goed uit. Wanneer dit gedaan is, en ik dit confirmeer door terug te keren, wordt deze versie automatisch gesynchroniseerd naar mijn Creative Cloud omgeving. Van hieruit kan ik ook later de afbeelding gaan doorgeven naar bijvoorbeeld Com CC. Dankzij de Creative Sync-technologie. Dit ga ik doen door aan de rechterkant op het scherm te klikken op het pijltje en te zeggen Open in, selecteer de afbeelding en kies de Adobe-applicatie naar waar ik deze afbeelding wil gaan doorgeven. In dit geval ga ik het kopiëren naar Adobe Photoshop Fix. Adobe Photoshop Fix laat me toe om nog verdere aanpassingen te gaan maken op deze afbeelding en weer te gaan synchroniseren dankzij Creative Sync. Hier in deze manier bijvoorbeeld kan ik eventueel spelen met de defocus-optie om dan misschien de persoon hier in de achtergrond nog een klein beetje te gaan vervagen, zie zo, en resultaat weer te gaan opslaan. Ik heb nog een tweede afbeelding die ik wil aanpassen, ook foto van een model. Even terugkeren hier in Photoshop Fix, en van hieruit ga ik een nieuw project starten. Let erop dat ik vanaf Photoshop Fix verschillende bronnen mogelijk heb om een afbeelding te gaan inladen, waaronder een rechtstreeks link naar Adobe Lightroom. In mijn Adobe Lightroom-omgeving heb ik verschillende online collecties staan, waaronder de shoot van het model hier. Klik op Open File om deze afbeelding via Creative Sync te gaan binnenhalen in mijn Photoshop Fix-omgeving. Hier op deze manier kan ik de foto verder gaan aanpassen en verder gaan hergebruiken. De aanpassing die ik wil maken heeft te maken met de pose die ze heeft, specifiek naar gezicht. Het is een zeer mooie foto, maar ik wil dat ze ietsje meer glimlacht. En Daarvoor hebben we een heel specifieke tool gemaakt in Photoshop Fix. Ik ga hier aan de rechterkant kijken naar mijn opties en ik ga hier eventjes naar de Liquify-opties gaan en vervolgens de Face-optie gaan gebruiken. Let erop dat Photoshop Fix automatisch alle eigenschappen van het gezicht herkent, namelijk de kaak, de neus. Uh, de mond en de ogen. En van hieruit kan ik verder gaan en het beeld gaan manipuleren om ietsje meer die glimlach te gaan, op het scherm te gaan brengen. Ik ga hier bijvoorbeeld met de smile-optie even selecteren en het beeld gaan aanpassen, zie je, om aan de hand van deze liquify-optie het beeld verder te gaan, te gaan aanpassen. Heel subtiel, ik ga niet te ver gaan, want anders uh, gaat het allemaal niet zo mooi meer uitkomen. Opslaan. En dit wordt nu een nieuw project binnen mijn Photoshop Fix-omgeving. Nu, het is heel belangrijk dat ik uiteraard deze afbeeldingen ook beschikbaar maak in andere applicaties, zoals bijvoorbeeld Adobe Comp CC. En dat is de volgende stap. De volgende stap bestaat erin om alles wat we net gemaakt hebben binnen te brengen in Adobe Comp CC. Ik open Adobe Comp CC, CSO, en maak hier een nieuwe compositie voor. In deze opdracht ben ik op zoek naar een webformaat. Dus ik heb hier enkele courante formaten staan in mijn Comp CC applicatie, en ik kies voor het basiswebformaat. Uiteraard wil je een ander formaat aanmaken wat niet voorradig is, dan kan je het gewoon zelf gaan, uh, gaan bijmaken. Ik sta met de pagina en ik ga starten met het binnenbrengen van de afbeeldingen die ik er net heb geprepareerd in onder andere Adobe Fix en Lightroom. Hiervoor ga ik de afbeelding binnenbrengen en ik ga op zoek gaan naar de afbeelding in mijn libraries. Dus ik ga overschakelen naar My Libraries en in My Library heb ik de twee afbeeldingen die ik daar straks heb geprepareerd. Dus ze komen uit Adobe Photoshop Fix en Lightroom. Ze zijn gesynchroniseerd dankzij Creative Cloud en beschikbaar gemaakt in Adobe Comp CC. Ik start met de hoofdafbeelding. Die ga ik correct positioneren. Op deze manier. Zie je zo? En ik ga ook de tweede afbeelding binnenbrengen van Marie op deze manier en het kader aanpassen. Zo. Het volgende wat ik wil hebben is een afbeelding die ik niet zelf voorradig heb. Ik wil een afbeelding gaan halen bij Adobe Stock. Dus ik ga Adobe Stock gaan openen, rechtstreeks vanop mijn tablet hier. Dat doe ik via de net dezelfde weg. Dus ik haal een afbeelding binnen langs deze weg. En bij de importoptie ga ik kijken naar Adobe Stock. Hier heb ik de complete stock database ter mijn beschikking en kan ik rechtstreeks, zowel de lage als eventueel hogere dus die afbeelding, binnenhalen in mijn Adobe Comp CC-project. Ik zoek eventjes op een afbeelding van een lekkere gitaar en let erop dat alle afbeeldingen hier een watermerk hebben. Okay, dit is doodnormaal, dit is gewoon een laagreductie voorvertoning van de afbeelding hier, die ik kan gebruiken als een soort testversie. Eens ik de afbeelding heb gevonden die ik wens te gaan gebruiken, kan ik een voorvertoning opslaan en ook gaan sturen naar de bibliotheek die ik wens te gaan gebruiken. In dit geval ga ik het houden bij My Library. Ziezo. De afbeelding is nu beschikbaar gemaakt in Com CC. Let trouwens op het klein wolkicoontje in de linkerbovenhoek en kan ik verder gaan manipuleren, ziezo, binnen deze applicatie. Ik ga ook wat basisgeometrie toevoegen. Bijvoorbeeld een vlak die hierboven komt te staan. kies een andere kleur. En ik pas de opaciteit aan. Ziezo. Deze afbeelding ga ik nu vergrendelen. En hier kan ik mee verder gaan. De volgende stap bestaat erin om tekst toe te voegen in mijn compositie. Nu, het is niet zo makkelijk om op de iPad of op een ander mobiel toestel tekst te gaan typen van nul. En daarom is er basistekst voorzien hier in Adobe Comp CC. Ik ga hier aan de bovenkant een titel voorzien en wat bodytekst, wat gewone browtekst. Dit kan ik doen aan de hand van enkele makkelijke gebaren in de applicatie zelf. En dit kan ik verder manipuleren tot wanneer ik de tekst heb waar ik naar op zoek ben. Bijvoorbeeld, dit wordt de titel. En ik heb ook een ander tekstblokje nodig met de broodtekst. Ik kan opnieuw alles met mijn zogenaamde gestures gaan uh, opvragen, maar ik heb ook bestaande bouwblokjes klaarstaan in CompCC. Zie zo. We passen de kleur even aan. En de titel zelf. Vervolgens ga ik de teksteigenschappen gaan aanpassen, maak het font groter en ik ga ook het lettertype zelf gaan aanpassen. De lettertype opties die ik hier heb, komen rechtstreeks van de Adobe Typekit, dus ik kan zelf de hele Typekit database gaan gebruiken en fonten rechtstreeks gaan synchroniseren van de Typekit server. Hier op het tablet zelf heb ik nog enkele fonten ter mijn beschikking die ik nog niet heb gesynchroniseerd naar mijn toestel en een van die fonten wil ik uiteindelijk gaan gebruiken. Bijvoorbeeld, als ik even eens kijk hier, Sophia Pro. Ik duid Sophia Pro aan en kan vervolgens gaan kiezen welke versie van Sophia Pro ik wens te gaan gebruiken. Ik ga voor de bold versie gaan. Zie je zo. En voor de body text kies ik voor een ander lettertype. Bijvoorbeeld. Museum. Ziezo, ik heb wat verder gewerkt aan het ontwerp. Ik heb een ondertitel toegevoegd, de kleur wat aangepast en wat gespeeld met extra andere design-elementen. Dit is een mooie basis om een ontwerp mee te gaan starten. Nu, ik ontbreek nog enkele zaken die ik wil meenemen in mijn huidige Creative Cloud-bibliotheek. Namelijk, ik had graag een extra kleurthema gemaakt waarbij ik de kleur kan hergebruiken in de latere versie van mijn project op de desktop. Uh, en ik moet ook nog mijn Adobe Stock-afbeelding gaan aankopen eens ik compleet tevreden ben van het project zelf. Goed, laat ik dit eventjes opslaan en een naam geven. De volgende stap bestaat erin om een logo te vectoriseren en te zorgen voor het kleurthema wat ik later wil gaan toevoegen in mijn bibliotheek. Hiervoor ga ik gebruik maken van Adobe Capture CC, een andere applicatie beschikbaar in de App Store. Goed, ik ben intussen aangekomen in mijn Adobe Capture CC-applicatie. Er zijn twee zaken die ik wil doen. Aan de ene kant wil ik een kleurthema maken, en aan de andere kant wil ik een logo wat ik voorbereid heb vectoriseren om te gaan importeren in mijn ontwerp. Ik start met het kleurthema. Het kleurthema wat ik wil maken wil ik baseren op een bestaande afbeelding. Dat kan een afbeelding zijn die lokaal op mijn tablet staat, of eventueel uit een bibliotheek komt, of misschien zelfs rechtstreeks van Adobe Stock. Ik klik op het plusje en ga. Niet de camera gebruiken, maar een voorgemaakte afbeelding om uiteindelijk hier een kleurthema van te gaan genereren. Dus ik neem in dit geval een bestaande afbeelding als bron. Ik heb daar straks mijn Adobe Stock afbeelding reeds gedownload en die ga ik nu terug gaan opvissen om een kleurthema van te maken. Ik ga op zoek naar een afbeelding als een bron. Dus ik kies hier voor mijn Creative Cloud bestanden en hier bovenaan zie je dat de Library Assets geselecteerd zijn. Hieruit ga ik ja, My Library op zoek gaan naar dezelfde afbeelding van daar straks en deze rechtstreeks gaan openen in Adobe Capture CC. Op basis hiervan gaat de applicatie automatisch een kleurthema genereren, gebaseerd op de kleurinformatie die voorradig is. Ik ga het confirmeren en het een naam geven. Wanneer ik dit opsla in mijn bibliotheek, wordt dit kleurthema beschikbaar gemaakt in alle andere mobiele applicaties, als ook op de desktop. De volgende stap bestaat erin om mijn uh, ontworpen logo te gaan vectoriseren en ook in dezelfde bibliotheek te gaan stoppen. Hiervoor ga ik naar de shapes optie, klik op het plusje, en ga ik gebruik maken van de camera om het logo te gaan omzetten. Ziezo. Een simpele druk op de knop zorgt ervoor dat de afbeelding wordt ingenomen in de iPad zelf en live wordt gevectoriseerd op het scherm. Ik ben tevreden met de versie die de applicatie ervan gemaakt heeft, dus ik ga dit confirmeren hier op het tablet. Ziezo, de curves zijn getrokken en nu is het tijd om dit op te slaan. Ziezo. Vanaf dit moment heb ik al mijn assets beschikbaar in dezelfde bibliotheek. De volgende stap bestaat erin om mijn ontwerp vanuit Adobe Com CC door te sturen naar mijn desktop applicatie. Hier binnen Adobe Comp CC klik ik op het pijltje en kies ik Send to Photoshop CC. Dit gaat ervoor zorgen dat mijn ontwerp wordt gerenderd en wordt doorgestuurd naar Adobe Photoshop. Hou er rekening mee dat ik van hieruit ook gewoon screenshots kan doorsturen als ook een PDF naar mijn klant ter goedkeuring. Goed, hier aankomen in Photoshop kan ik eindelijk mijn ontwerp verder gaan aanpassen. Wanneer ik kijk in de interface en mijn bibliotheken opzoek, ga je merken dat My Library daar ook beschikbaar gemaakt is met alle assets die ik voorbereid heb uit mijn mobiele applicaties. Dus ik heb mijn kleurthema's, mijn vector logo, twee afbeeldingen en een lager resolutie afbeelding die komt uit Adobe Stock. Let trouwens op het watermerk en het serienummer in de rechteronderhoek. Wat ik wil doen is het vectoriële logo. Plaatsen in mijn ontwerp. Ik ga het even schalen en in mijn ontwerp achterlaten. Het probleem echter is dat het logo zwart is. En dit zou eigenlijk het beste uitkomen moest ik dit in het wit gaan omzetten. Nu, het is een vectorieel item, wat wil zeggen dat ik het best in Illustrator ga editeren. Ik ga naar Adobe Illustrator en ik ga van hieruit het logo ook openen. Ook in Illustrator heb ik net dezelfde bibliotheken ter mijn beschikking. Dus ik ga naar My Library, ik plaats de asset en ik pas de kleur aan. Ziezo. Ik kan dus ook andere veranderingen gaan maken. Zoals bijvoorbeeld het aanpassen van enkele van deze curves. Ziezo. En ik maak hier een. Nieuwe versie van in mijn bibliotheek. Ik kan terugkomen hier in Photoshop en ik ga deze versie updaten met een vernieuwde versie. Eens gedaan kan ik dit item blijven hergebruiken in al mijn andere applicaties. Denk bijvoorbeeld aan Premiere Pro of misschien Adobe InDesign. Nu, ik zit nog steeds met een afbeelding hier in de achtergrond, deze hier, van mijn, um, van mijn elektrische gitaar van Adobe Stock. Van hieruit kan ik de afbeelding even openen en zie ik ook dat voor de afmetingen dit beperkt is tot 1000 pixels in de breedte en of de hoogte. Dit komt omdat we met een lage resolutie versie aan het werken zijn. Ik ga dezelfde afbeelding ook hergebruiken in programma's als bijvoorbeeld Adobe InDesign. Ook hier switch ik naar My Library dan kan ik dezelfde afbeelding plaatsen in bijvoorbeeld deze layout. Ziezo. Nu eens ik tevreden ben van de afbeelding die ik wens te gaan gebruiken, is het tijd om daar een licentie op te gaan nemen. Het voordeel aan Adobe Stock is dat het geassocieerd wordt met je Adobe ID, want er worden alle stock credits die mij toegekend geweest zijn uh, door bijvoorbeeld de administrator kan ik gaan hergebruiken hier rechtstreeks in mijn desktop-applicatie. Dus ik ga mijn desktop-applicatie niet eens hoeven te verlaten om een licentie te nemen op de afbeelding en de lagere resolutie-versie te gaan omwisselen met de hogere resolutie-versie. Het enige wat ik hoef te doen is rechtermuis klikken hier op mijn afbeelding en ik kies Buy image. Op basis daarvan weet de library perfect hoeveel credits ik over heb. Ik klik op oké. Okay. En vanaf nu wordt de afbeelding gesynchroniseerd en gewisseld met de hoge resolutie versie. Het resultaat dat we hier zien in Photoshop is dat deze afbeelding plots geen watermerk meer heeft. Wanneer ik hem ook eventjes dubbelklik, gaan we merken dat de pixelafmeting gewijzigd is. Dat is de volle resolutie afbeelding. En omdat we werken met de libraries, merken we ook op dat dit hetzelfde geval is hier in Adobe InDesign. Dit is nu een hoge resolutie afbeelding, klaar voor een drukklare PDF. Het laatste wat ik wil doen hier om mijn workflow af te werken is het opstaan van mijn ontwerp in mijn Creative Cloud-documenten. Op deze manier kan ik de file gaan delen met bijvoorbeeld uh, collega's of bijvoorbeeld mijn opdrachtgever. De afbeelding is momenteel opgeslagen in mijn bestanden en is gesynchroniseerd naar de Creative Cloud hosting. Dat zie ik aan dit kleine groene icoontje. Vanaf dit moment of vanaf dit punt kan ik rechtermuisklikken en gebruik maken van enkele van de Creative Cloud diensten. Ik kies voor de share link optie om uiteindelijk andere gebruikers uit te nodigen om mijn bestand in te kijken, desnoods correcties op aan te brengen en ook eventueel commentaar op achter te laten. De e-mail die verstuurd wordt is eigenlijk een uitnodiging om het bestand online te gaan bekijken. Hier op het tablet ga ik deze e-mail openen. Ziezo, het bestand opent zich rechtstreeks in de webbrowser. Denk er aan dat momenteel iedereen die toegang heeft tot deze link commentaar kan achterlaten voor de designer. Ziezo, en ik verstuur een berichtje. Denk eraan dat alle berichten automatisch gesynchroniseerd worden via de Creative Cloud Desktop-applicatie. Dus ben je bang dat je een pop-up gemist hebt, kan je altijd terugkeren hier op de desktop en in de Home Activity Stream alle berichten gaan nalezen die ontvangen zijn op jouw account. Ik hoop dat dit een eerste beeld heeft kunnen vormen van hoe je een mobile naar desktop-workflow kunt opbouwen. Denk eraan dat ik maar amper enkele mobile apps heb gebruikt, terwijl er nog zo'n 10 andere beschikbaar zijn op de App Store. En of je nu een illustrator, fotograaf, video editor of round designer bent, er is voor ieder wat wels. De mogelijkheden zijn vrijwel eindeloos. U heeft vandaag onder andere kunnen zien hoe Creative Sync binnen de Creative Cloud werkt en hoe u met creatieve apps zoals InDesign, Illustrator en Photoshop eenvoudig van de mobile naar de desktop en bijbehorende diensten schakelt. En daarmee uiteindelijk het creatieve proces kunt versnellen. Ons volgende en tweede Creative Exchange webinar van deze vierdelige serie gaat over de digitale workflow voor contentpublicatie, contentanalyse en real-time aanpassingen van content. Cruciaal in het proces om content velocity te creëren en uiteindelijk het design-advantage voor uw organisatie tot stand te brengen. Nogmaals, dank voor uw aanwezigheid vandaag en we hopen u wederom te mogen verwelkomen bij het volgende Creative Exchange webinar.